ben Daniel van Veen en ik ben gevraagd om dit congres muzikaal voor u af te sluiten. Ze hebben juist mij gevraagd, omdat ik namelijk als enige cabaretier in Nederland een waarjongere in dienst heb. Sybre van Doesem. Ja. Ik wilde heel graag een keer met een trompetist spelen, maar ze zijn in Nederland niet meer te krijgen. Ze zijn veel te duur. Een aantal heeft ook werktijdverkorting aangevraagd, dus dat zit in de agenda's wat lastig. En ik heb geprobeerd om in Polen of in Roemenië nog naar een trompetist te zoeken. Maar om nou met een Poolse trompetist een typisch Nederlands nummer te gaan doen, dat vond ik ook een beetje ingewikkeld. Dus minister Donner heeft mij toen geadviseerd, jongen, ga eens in die waarjongerenbak kijken. We gaan voor u twee nummers spelen en we beginnen met het eerste. Ja, klein nadeel is natuurlijk, Sybren hoort mij niet, Sybren. Eén, twee, drie, vier. Het zijn zware tijden door een tekort aan personeel. Dat tekort, dat klopt niet helemaal. We hebben er eigenlijk te veel. Een automonteur die moet ineens gaan werken op een kantoor. Stilzitten achter een computer. Nou, de meesten die doen het daar niet voor. Het zijn juist deze mannen die hard werken voor ons land. Geef ze een salaris en na het werken een lekker biertje in hun hand. Die crisis gaat wel weer voorbij. Dan is er niets meer aan de hand. Politiek Den Haag, sta op, want de sector staat in brand. En dat voor 50 euro, hè? Waarjongeren als oplossing is misschien geen goed idee. Het zijn hele lieve mensen, hoor, maar ja, ver kom je er niet mee. Hoewel, Sybren is een fijne vent en hij heeft een klank van goud. Het is toch mooi dat hij in deze crisis zijn uitkering behoudt. Bovendien is zijn jobcoach, dat is een hele leuke vrouw. Ze heet Nicole, echt zo'n vrouw waar je mee trouwen zou. We lunchen iedere dag en dan drinken we vaak tot 's avonds laat. En dan praten we over mijn zwembad en natuurlijk ook over hoe het met Sybren gaat. Nicole, de jobcoach, is er vandaag helaas niet bij. Ze moest naar Politiek Den Haag en maakt daar nu minister Donner blij. Bij sociale zaken gaan nu ook wat waarjongeren aan de slag. Zo krijgt Donner een assistent, tenminste als het van Donner zelf mag. En hopelijk is het met de crisis binnenkort wel snel gedaan. Dan kunnen we weer ontspannen, gezellig met z'n allen naar ons werk toe gaan. Het leven van een cabaretier valt trouwens ook niet altijd mee. Maar mij een auto in elkaar laten lassen, nou, dat is zeker geen goed idee. Dankjewel. Ja, inderdaad, ik zag er één iemand die had het even goed opgepikt. Heel goed. Ik ben zelf niet zo heel erg handig, dus ik kan jullie niet bijstaan in deze moeilijke periode. Maar ik ben vorige maand gaan samenwonen met mijn vriendin. Die wou ik even aan jullie voorstellen. Namelijk, ik dacht, ik ga zelf de keuken even verbouwen. En na 10 minuten, ik moest een keukenkastje ophangen. En na 10 minuten zaten er al 30 gaten in die muur. En toen kwam een vriendin, die kwam naast me staan. En die zei, jongen, dat doe ik wel even. Ze is knap. Ze is mooi. Ze is intelligent. Ze is technisch en ze is handig. Dus als één van u een mooie vrouw, handige vrouw, in zijn bedrijf nodig heeft, kom even na afloop naar me toe, dan geef ik het telefoonnummer. Inderdaad, ja. Het laatste nummer, dat is een lied speciaal voor alle mannen in de zaal. 1, 2, 3.
Ik heb verkering met een meisje van een jaar of 24. Ze heeft lange benen, bruine lokken en een mooie postuur. Ze glimlacht altijd lief als ik haar lang vertederd aankijk. Ik doe echt alles, koop cadeautjes en het maakt niet uit hoe duur. Ik heb het over haar, dat zij geweldig goed kan koken. Ze raspt de worteltjes alsof het andere dingen zijn. De liefde is heel vers, charmant oprecht en pas aan het lopen. Vraagt ze ineens om een schroevendraaier, een kruiskop niet te klein. De gordijnrails moet verhangen, die hangt niet loodrecht in het grit. De vloer moet in een vissengraat en de muur moet strak gewit. Oh ja, ik ben de plinten nog vergeten, dat is pas het begin. Eén tip, ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Ga nooit verbouwen, ga nooit verbouwen. Ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Ga nooit verbouwen, ga nooit verbouwen. Ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Solo! Dan zegt ze, schatje, hou eens even vast, dan zag ik hier een stukje af. Dan zegt ze, schatje, 33 centimeter, dat had jij toch zelf wel kunnen zien? Dan zegt ze, schatje, je kijkt geïrriteerd, waarom ben je zo kort af? Dan zegt ze, schatje, ik doe dat zelf wel, tel jij maar even vlug tot 10. Nee, dat moet niet zo, en ja, dat weet ik toch ook heus wel. Gedachten spoken door mijn hoofd, was ik maar vrijgezel. Maanden van ellende maken mij tot een stand-in. Eén tip, ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Ga nooit verbouwen, nooit verbouwen. Ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Alle mannen! Ga nooit verbouwen, ga nooit verbouwen. Ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Alle vrouwen erbij! Ga nooit verbouwen, ga nooit verbouwen. Ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Ga erbij staan. Ga nooit verbouwen. Oh, jullie zijn er weer gaan zitten. Ga nooit verbouwen. Ga nooit verbouwen met je eigenste vriendin. Ook deze heren worden bedankt. Ah, de lieftallige assistenten. Kijk eens. Hartelijk bedankt. Ook heel erg goed. Ja, je kunt die horen natuurlijk. Maar ja, goed. Dames en heren, einde van dit jaarcongres. Ik nodig u van harte uit voor een drankje en een hapje in de bekende ruimte waar we elk jaar zijn.